In deze oefening gaan we werken met vectorrekenen in een mechanica context. Dus de context hier is een graafmachine, een kleine graafmachine met een schepbak ACD. En die schepbak kan handkantelen door de lengte van de zuiger BC te gaan veranderen. Dus als die lengte van die zuiger groter wordt, gaat die schepbak handkantelen. In een mechanica oefening is het belangrijk om eerst te gaan kijken naar welke parameters we allemaal gaan gebruiken om het geheel te gaan modelleren. En we zien hier dat belangrijke dingen zullen zijn de scharnierpunten, dus A, B en C. En een ander punt zal het zwaartepunt, dat zal vooral in verdere oefeningen belangrijk zijn, het zwaartepunt van bijvoorbeeld de arm alleen. Goed, we hebben twee standen die getekend zijn. Eén is de rusttoestand, de andere is een stand waarbij de hoek veranderd is, waaronder die schepbak staat en ook de lengte van die zuiger veranderd is. En we hebben alle coördinaten gegeven van die cruciale punten in de rusttoestand, dus in de toestand van de linkerfiguur. Eigenlijk moet op dat moment al een belletje rinkelen. Kijk, we hebben al die coördinaten gegeven, dus dat wil zeggen dat we alle afstanden en alle hoeken die we eventueel nodig kunnen hebben, kunnen berekenen. Dus als we ergens een oefening zouden hebben waarbij dat dit systeem belangrijk is, weten we hiervan, kijk, alle afstanden, alle hoeken kunnen we berekenen. Vooraleer we starten aan het echte uitrekenen van bepaalde verbanden is misschien goed om na te denken, dus welke van de grootheden, er staat daar een heel lijstje gegeven, afhangt van de oorsprong van de assenstelsel en welke afhangt ook van de stand van die schepbak. Laat ons het lijstje aflopen. Hoeken. De hoek alpha 1, alpha 2, alpha 3 zijn allemaal hoeken met een as, met de x-as, de y-as, positieve x-as, negatieve x-as. En een vector AC. Hoeken zijn onafhankelijk van de oorsprong van het assenstelsel. Waarom? Omdat we eigenlijk evenwijdig in een snijlijn hebben. Als we hier kijken naar die AC, die richting AC, die maakt een bepaalde hoek met een horizontale. Maar als we die hoek daar nu tekenen, of hier tekenen, dat is altijd diezelfde hoek. Dus, of hier tekenen. Dat is altijd dezelfde hoek. Dus als we die oorsprong van de assenstelsel verleggen, zal die hoek niet veranderen. Als we de schepbak draaien, dan zullen die hoeken wel veranderen. Want die hoek wordt, als je van deze figuur naar deze figuur, dan zie je dat die alpha 1 hier groter is dan de alpha 1 daar. Dus die hoek is afhankelijk van de stakkend van de schepbak, maar onafhankelijk van de plaats van de oorsprong van het assenstelsel. En dat geldt zowel voor alpha 1, alpha 2 als alpha 3. Dan afstanden. Afstanden, AB, BC, hangen nooit af van de keuze van de oorsprong van het assenstelsel. Als ik mijn assenstelsel daar zet, dan wordt die graafmachine niet groter of niet kleiner. Dus dat wil zeggen, afstanden zijn onafhankelijk van de keuze van de oorsprong van het assenstelsel. En sommige afstanden zullen wel afhangen van de positie van die schepbak en andere niet. Als we eens gaan kijken, de afstand AB, graafmachine, een star voorwerp, afstanden veranderen niet. Dus AB verandert niet. AC, de schepbak, is een star voorwerp. Die afstand verandert niet. AD, de graafmachine, een star voorwerp. Afstand verandert niet. BC, dus de lengte van de zuiger, die verandert wel. Dus dat wil zeggen dat die afstand BC wel afhangt van de stand van de schepbak. Dan hoeken. Een hoek ACD. Als we een star voorwerp hebben en we gaan dat voorwerp gaan draaien, dan gaat die hoek niet veranderen. Dus dat wil zeggen, die hoek verandert niet als de stand van de schepbak verandert. Die hoek, daar zit ook geen enkele referentie naar een assenstelsel of een oorsprong van een assenstelsel. Dus die is onafhankelijk van de oorsprong van het assenstelsel en onafhankelijk van de stand van de schepbak. Dan vectoren. Vectoren die starten in de oorsprong. Dus als we hier kijken naar die vector RA en we zouden die oorsprong ergens anders leggen, bijvoorbeeld daar, dan zien we duidelijk dat dat een andere vector is. Dus die vector hangt af van de oorsprong van het assenstelsel. Dat punt A is een punt van de graafmachine die niet beweegt tijdens de oefening, dus onafhankelijk van de stand van de schepbak.
En hetzelfde geldt voor RB. Als je kijkt naar RC, RC, dat is een vector. Hier is dat deze vector. En in de andere stand wordt dat deze vector. Dat is een verschillende vector, dus die is wel afhankelijk van de stand van de schepbak, omdat dat punt C op een andere positie ten opzichte van de oorsprong ligt als de schepbak gedraaid is. Dan RB min RA. Dus als we eens gaan kijken, RA dat hadden we hier al getekend, RB. Dat is deze vector. Als we daar nu RA van aftrekken, komen we hier ongeveer uit, hè? Dat is min RA. Dat is eigenlijk deze vector. In het parallelogram dat we hier getekend hebben, zien we dat dit dezelfde vector is. Dus RB min RA is eigenlijk de vector die van A vertrekt en in B uitkomt. Die vector is onafhankelijk van de keuze van het assenstelsel. Dus ondanks het feit dat B en A zelf, B en RA, de positie van B ten opzichte van de oorsprong en A ten opzichte van de oorsprong, dat die afhankelijk van waar de oorsprong is, is het verschil daar niet meer van afhankelijk. Want dat is de vector die in A vertrekt en in B uitkomt. Dus onafhankelijk van de oorsprong van het assenstelsel, A en B veranderen ook niet van positie als die schepbak roteert, dus RB min RA. Komt hier terecht. Dan hebben we de vector AB, die RB min RA was juist de vector die van A naar B ging, dus dat is dezelfde vector. Met andere notaties. Dan hebben we de vector AC. We zien dat AC een vector is die wel verandert als dit hier draait. Die vertrekt in A, dus daar is de oorsprong niet relevant. Dus afhankelijk van de stand en onafhankelijk van de oorsprong van het assenstelsel. En dan hebben we dan een eenheidsvector volgens BC. Dus een eenheidsvector, dat is de vector BC die we normeren en we delen door zijn norm. Dus dat is een eenheidsvector in die richting. En dat is onze vector E1. We zien dat die hier in een andere richting staat. Maar dat is een vector waarbij dat de oorsprong van het assenstelsel er niet toe doet. Dus onafhankelijk van de oorsprong van het assenstelsel en wel afhankelijk van de stand van de schip. En dan vragen ze hoeveel vrijheidsgraad je moet vaststellen om de stand van de schepbak eenduidig te bepalen. Dat wil eigenlijk zeggen, hoeveel dingen moet je kennen om eigenlijk alles te kunnen beschrijven. Laten we er een keer over nadenken. Dus ik had net gezegd, als de zuiger langer wordt, dan draait de schepbak. En nu is de vraag, zijn er eigenlijk verschillende standen van die schepbak mogelijk bij een bepaalde lengte van die zuiger? Nee, als die zuiger een bepaalde lengte heeft, dan is er één stand van de schepbak. En bij één stand van de schepbak hoort er juist één hoek alfa. Dus we kunnen zeggen van kijk, we hebben juist één vrijheidsgraad. En dat kan die lengte van die zuiger zijn. Waar je dan de rest in functie daarvan kunt schrijven. Dat kan ook iets anders zijn. We kunnen ook zeggen, kijk, ik ken die hoek alfa 1, als je een bepaalde hoek kent. Dan kun je automatisch de lengte van die zuiger zal vastleggen en kan je bij gevolg gaan berekenen. Je kan ook een andere hoek pakken. Een eenheidsvector in twee dimensies. Dat is ook één parameter, want eigenlijk heb je een x- en een y-coördinaat. Maar doordat je hem terug normeert, gaat eigenlijk maar één parameter meer een eenheidsvector bepalen. Dus we hebben één vrijheidsgraad en we hebben eigenlijk verschillende keuzes voor die ene vrijheidsgraad. Een hoek, een eenheidsvector in 2D of een lengte van de zuiger.